Op onze website Hengelo Bouwt kun je het heel goed volgen, de nieuwbouw van het stadskantoor. Maar hoe staat het nou eigenlijk met het stadhuis en de renovatie daarvan? In deze video laat ik je daar meer van zien. Om de nieuwe situatie te bereiken moet veel gesloopt worden. En dat gaat bepaald niet zachtzinnig. Wie zeker complimenten verdienen zijn de slopers, die hier elke dag in het lawaai, het stof en het donker staan te werken om te zorgen dat wij straks een fantastische werkomgeving krijgen. Je herkent er nu helemaal niets meer van, maar dit is waar vroeger de garderobe zat. En hier komen straks de ruimtes voor de fracties. Hier in de burgerzaal wordt nu alles gereed gemaakt om te kunnen beginnen met saneren. Alle wanden zijn afgeplakt en de stijgers, om bij het plafond te komen, zijn al geïnstalleerd. In het hele stadhuis is de asbest gesaneerd. Dat doen ze in een containment. Dat wil zeggen dat een deel van het gebouw helemaal wordt afgeschermd en in plastic wordt ingepakt, zodat onder beschermde condities gesaneerd kan worden. Zo'n containment wordt op onderdruk gezet en vervolgens wordt het asbest eruit verwijderd. Alles wordt schoongemaakt en daarna wordt het gebouw weer vrijgegeven. Dit zijn de houten panelen die straks hier in het plafond van de burgemeesterskamer die worden teruggehangen als we klaar zijn met alle installaties. Ik sta hier in de stadhuishal vlak voor het podium. En hier opzij komt straks de toegang naar de passerelle. De verbindingsgang tussen het stadskantoor en het stadhuis. De begane grond van het stadhuis is inmiddels helemaal omgetoverd tot één grote ruimte. De sloop is klaar en we kunnen nu beginnen met de opbouw van de nieuwe ruimtes, waaronder ons bedrijfsrestaurant. Soms moet je wel je fantasie gebruiken om er vertrouwen in te hebben dat de toekomstige situatie echt heel mooi gaat worden, zoals hier in de toiletgroepen. Ik sta hier op de vierde verdieping van het stadhuis, op de plek waar het bedrijfsrestaurant zat. En inmiddels is alles gesloopt en zie je wat een prachtige ruimte tevoorschijn gekomen is. Naar mijn idee wordt het een van de mooiste werkruimtes van het hele stadhuis. In de vorige eeuw maakte de kunstenaar Christo wereldfaam met zijn impactkunstwerken, zoals de Pont Neuf in Parijs. Ah, het lijkt wel of hij hier ook aan de gang is geweest.